Yeah, we will. No. It will fit. It fits with four people, so five will do. But it's gonna be a bit crowded, though. Yeah. Dit zijn kaarten met alle soorten die op de bodem kunnen staan. Maar ik bekijk ze nu even weer voor mezelf om alle namen in mijn hoofd te hebben. Dat ik niet beneden nadenk, oh ja, ik weet hem, maar ik weet hem niet meer. Pauline gaat naar beneden en gaat alle karkoos opduiken en ophalen om hier te meten. En daarvoor in ligt een groot vierkante meter kwadrant met allerlei vakjes. En die gaat naar de bodem en ik ga kijken wat voor soorten er op de bodem staan daarmee. Die mag ook worden. Ja, en dat doe ik vier keer in totaal en ik neem vier zakjes mee. Our research is linked because we kind of... do research towards the life cycle of the conch, because my research is kind of the really tiny small baby conchs, and hers are the juveniles. So that's basically never been, how do you say that, researched before. And that's kind of the link, I think, between the conch project and our research. Hopefully there's a relationship between specific habitats and the presence of them, so that in the future that there's more knowledge about which areas are more important to protect. Water komt hard naar binnen, stroming. No, se capta con nada. Nada, na un barranca con ese icato un tubo. Esta es su comida. Esta es su lunch. ¿Vos a investigar gente del lugar, en cuadra? ¿Qué fue así? Y Polina así. Mami hablando so. Pawak, Kiko, Pawak, zit er bij Bonku, Ineke. Ja. Zit er bij Fuma, en zo. Hoe is het gegaan? Ja, goed. Er staat een leuke soort op de bodem die ik nog niet kende. Dus die heb ik mee naar boven genomen. Zo even met Sabine bekijken en verder in het lab. Dus ik ben heel benieuwd. Ik heb geen enkele kerkoop gevonden, alleen maar hele kleine stukjes van kleintjes. Nee, ik heb hier een heleboel stof. Maar zo je, hè? Sorry? Jullie kunnen het zo zien.